Dit is de lezing van Max, Noel en Marieke. Ons boek is Het Gouden Ei. En is geschreven door Tim Krabbe. Krabbe. Krabbe, het maakt niet uit. Nou, als eerste de titelverklaring. Ik vind dat de titel wel, zeg maar, te maken heeft dat zij een droom heeft over dat ze niet kan ontsnappen van een gouden ei. Die heeft Rex ook gehad. Oh ja, Rex ook. Maar dat ze terugkomt en dat het, ja, daarom het gouden ei heet. Ja, en op een gegeven moment wordt het werkelijkheid als Tim en Rex, Rex en Saskia alleen worden begraven. Ja, dat is het wel. Zeg maar letterlijk die droom. Dat heeft er wel mee te maken. Als tweede, de genre. De genre is volgens mij wel een thriller, omdat het gewoon alles best wel spannend is. En dan zijn allemaal van die onbeantwoorde vragen, zeg maar. Ik vind het ook wel een beetje een romantische thriller. Ja. Onderbouw? Yeah. Ja. Argument? Nou, hij gaat op zoek naar haar. Ja, dat is echt niet leuk. Maar daar ben ik op zich ook wel mee eens. Want ze zijn zeg maar wel verliefd en hij doet zijn best om haar terug te komen. Ja. En dat is op zich best wel romantisch. Nou, ik vind het niet. Waarom niet? Pluk van de Pleasantville, daar was Pluk ook verliefd op Avia. Dat is ook een kinderboek en geen romantisch boek. Ja, maar is hij haar kwijtgeraakt en deed zijn best om haar terug te krijgen? Ja, hij is zelfs met onderbroeken aan het touw is hij een balkon naar beneden geklommen vanaf de stampertjes om bij haar te komen. Oké, daar heb je wel gelijk in. Maar dit is wel iets anders, want dit is geen kleuter. Zo 14. Oh, dan. Oké, we gaan verder. Ik vind het een misdaad. Ja, dat ook. Ik vind, ja, dat is wel het hoofd, de hoofdthema, zeg maar. Ik vind van beide. Of genre, bedoel ik. Ja, het heeft wel van die aspecten van romantiek, maar. Te maken. Maar de hoofd is wel thriller, ja. En misdaad. Plaats en sfeer. Thema eerst. Het thema. thema is wel, zeg maar. Het geeft je wel. Alles maakt je wel, zeg maar, nerveus en op een moment ook wel bang. En het thema is, denk ik, wel moord en misdaad. Zijn jullie daarmee eens? Ja, het thema ook, vind ik ook wel. Want een boek kan meer thema's hebben. Ja, maar ook het leven van een dubbelganger. Yeah. Broody Lemoine, die was vader, docent. Yeah. Oh ja, die had zeg maar een meerdere. Liefdallige man. Rapist. Ook. Maar ja, ondertussen vermoordde die ook twee Duitsers en een vrouw. Ja. Dus... En een man. En een man ook nog, yeah. Om het even af te maken. Die is het eerst. Plaats en sfeer. Het speelt zich duidelijk af in Nederland en Frankrijk in de jaren 80 of zo, toch? Ja, na jaren 80, ik weet niet, ze hadden wel ook een telefoon al en zo. Ja, maar dit hadden ze in de jaren 60, 50, 60 ook. Ja, maar camera's hadden ze toch ook al sinds de jaren 20 of zo. Ja, touché. Ik denk vanaf het jaar 2000. Ja, zoiets. Nee, dus ik denk dat camera's bestonden sinds 2000. Of, ik bedoel je het verhaal dat het dan afspeelt? Ja. Yeah. Oh, nou, dat stond op de kaf, toch? Of niet? Ja, maar het is wel, hij heeft een Polaroid en dat is zo'n camera van de jaren 70, 80, zeg maar. Ja, en hij heeft ook een tape recorder. Ja, die nu ook. Ja, die zijn nog steeds, die kan je nu bij de Action Kindjes of bij de HEMA Kindjes halen. Ja? Ja. Maar daardoor ging ik er wel van uit dat het de jaren 80 is. Ja, het wekt wel die gedachte. Ja, precies. Dat is niet eens. Maar het zou ook later kunnen zijn. Ja. Maar dat maakt denk ik ook niet zo heel erg veel uit. Want het verhaal zou in principe in elke tijd wel kunnen gebeuren. Ja. Het is best wel universeel van wat er gebeurd is, zeg maar. Ja. Probleem en afloop. De problemen zijn meer dat... Dat Saskia wordt gekidnapt. En vermoord. En vermoord. En hij rekt die blij terug. En dat is wel een heel groot probleem. Want je wilt niet dat jouw vrouw gekidnapt en vermoord wordt. En ook nog een ding is dat ze verloren met een of andere vage sport van drie vage Fransmannen. Twee Fransmannen en een Frans. Oh ja, dat is ook echt wel heel erg. Ja, dat is niet leuk inderdaad. Kun je nog inbrengen?
Nou, ze hadden ook, hij heeft daar wel een probleem mee dat zij weg is, maar zijn nieuwe vriendin, die had daar ook probleem mee. Die ging daar vragen over stellen. Ja, maar dat vond hij niet zo erg. Nee, maar zij vond hij emotioneel. Ja, maar het is ook wel, zeg maar, als iemand, iemand waar je met je close bent, zoals je vriendje of vriendin, dat die dan, dat je daar dan wel meer over wilt weten komen als er zoiets ergs met hem gebeurd is. En dat je dan natuurlijk ook van gaat over praten. Ja, maar hij heeft ook gezegd dat als ik kon kiezen tussen haar dood en weten wat er is gebeurd, of niet weten wat er is gebeurd en zijn leven, zou hij kiezen voor haar dood. Ja. Dus ik weet niet of hij er in die zin ook een probleem mee had. Want hij wou liever weten wat er is gebeurd dan dat hij haar terugkreeg. Ja, dat is Maar die nieuwe vriendin had er wel, zeg maar, een beetje problemen mee. Dat hij wou dat ze terugkwam. Ja, en dat ze het lastig vond. Ja. En dat hij er emotioneel voor werd om erover te praten. Ja. Dat vond ze ook moeilijk. Wat ook wel natuurlijk is, natuurlijk. Ja, maar... natuurlijk. Ja. Een vertelsperspectief. nou, het was op zich best wel verwarrend, vond ik. Omdat het, elk hoofdstuk werd het perspectief wel weer anders. Maar daar kwam ik een tijdje wel achter. Maar, nou, ik kwam er echt pas in hoofdstuk 3 achter. Dus toen had ik al een hoofdstuk vanuit iemand anders... Ja, ik perspectief ook. Gelezen en ik dacht van, waar gaat het over? Ja, met het strand begon op het eiland, ja. Was ik echt heel erg verward. Want op een moment was het tankstation, ging niet slapen en toen was het plotseling een strand. Ja, en weer een hoofdstuk later zat er een klein jongetje en die sprong van het balkon af. Om te kijken wat er zou gebeuren. Precies. Ja, dus, dat was heel verwarrend. Ik vond het, ja, dat vond ik niet zo fijn om te lezen. Aangezien ik lezen ook al niet zo snel doe, maakt het gewoon minder snel dat ik dacht van, nee, ik ga weer een hoofdstukje lezen. Het was ook zo, in één keer was het, toen was zij net weg en toen was het hoofdstuk zeg maar afgesloten. Het ging net volgende hoofdstuk en in één keer was het al 8 jaar later of zoiets. Ja, en dan kwam in één keer, was er een andere vriendin en waren ze op vakantie. En verloren ze met een of andere vage sport van een rockband. Ja, het was heel vaag. Dat neem ik ook zeker wel mee in mijn beoordeling. Ja, dat was de hoofdreden waarom ik het boek niet heel erg leuk vond om te lezen. Ja, ja, dat vind ik. Ik denk dat als er een minder vage minder vaagheid was geweest in het boek, dat het een veel leuker boek was geweest met ook een veel leukere verhaallijn. Precies. Want het boek is best wel succesvol geworden, maar in het begin was het echt zo, ik snap niet waarom. Ja, ik nog steeds wel een beetje. Ja. Nou ja, maar ik denk als je een paar keer leest of de film kijkt. Als je er oog voor hebt, dat je weet wat er gebeurt, dan zou het heel leuk zijn. Maar ik had geen idee wat er allemaal over me overkwam, zeg maar. Ja, hetzelfde met mij. Ik moest eerst toch iemand anders uitleg gekregen die het boek al had gelezen, om te snappen van hoe ik het moet gaan lezen. Ja. Ja, dus nou, dat brengt ons naar het volgende stukje beoordeling. Ik geef het 5,5 en 6 ongeveer. Ik geef denk ik 5. Ja, gewoon niet een superleuk boek. Ik sluit me ook wel aan bij Noel. Gewoon puur eigenlijk vanwege de vaagheid in het perspectief en geen logische verhaallijn. Ik vond het verhaal wel leuk. Ik vond het wel erg creatief, maar gewoon precies daardoor was het gewoon niet fijn om te lezen. En dat is het hele punt wel. Nou, je had er zoveel meer van kunnen maken, zeg maar. Ja, precies. Dat is wel jammer. Een beetje zonde. Oké, dus gaan we de samenvatting voorlezen? Ja, ik doe wel even het eerste stukje. Ja, ga jij. Ja. En heb jij het langste stukje? Nee, jij, zei ik. Dat had we. Laat maar wachten. Lees. Ah, ja. Rex Hofman en Saskia gaan op vakantie naar een huisje in Nivert, Frankrijk. Wanneer ze nog 1 uur te rijden hebben naar het eindpunt van de eerste etappe, een hotel in Saint-Louis of zo, geen idee, maar niet uit. Niets meer van Dion. Gaan ze ondanks het protesteren van Rex toch tanken bij een Total-station. Terwijl Rex zich wat ging rekken en strekken, ging Saskia, nadat ze beloofd had, weer na een lange tijd auto te gaan rijden, naar de servicewinkel om een blikje cola en een blikje bier te kopen. Wat dus kon, omdat Saskia daarna ging rijden. Als Rex wat ongerust wordt als hij haar gaat zoeken, omdat ze niet terugkomt, zeg maar, lijkt ze echt van de aardbodem verdwenen. Ook een zoektocht daarna met politie en camerabewaking leidde tot niks. Dit stuk? Ja. Ja. In 1950 logeerde de 16-jarige Raymond
Bij zijn oom en tante in Lyon. Dit stuk heb je net toch al gedaan? Nee, hij heeft die eerste alinea gelezen. Je moet gewoon dit lezen. Dat was die alinea. Op een dag was hij van plan om vanaf de bushalte. Wat? Ik weet echt niet wat er staat. Sorry. Doe maar. Op een dag was hij van plan om vanaf de balustrade flat van haar oom en tante af te springen. En hij sprong ook. Hij was ervan overtuigd dat de gedachte onvermijdelijk de daad inhield. Dat een daad onvermijdelijk is. Eens als je eraan gedacht hebt. Eentwintig jaar later was hij scheikundeleraar geworden, getrouwd en hij had twee dochters van 13 en 11 jaar. Hij woonde in... Frans dorpje. In een Frans dorpje. Gaf daar les op een gymnasium. In een dorpje. Dan heeft dat is toch een stad verderop. Sorry, ik ga verder. Dan heeft hij plotseling de gedachte of hij in staat zou zijn om een misdaad te plegen. Hij kwam op die gedachte op het moment dat hij een kind... van de verdrinkingsnood redden. Drie jaar later ging hij zijn vakantiehuisje verbouwen. Het huisje was afkomstig van een tegenvallende erfenis van zijn vrouw. En vanuit deze basis ging hij experimenteren en repeteren om een vrouw in zijn auto te lokken. Hij had een geweldig plan. Hij zou op de autoroute bij een tankstation met een Nutella proberen een vrouw naar zijn auto te lokken. En daarna zou hij haar bewusteloos maken met chloroform. Gedrenkte zakdoek. Dat wil ook in mijn tas zit. Als hij een paar keer heeft geoefend op hoe hij de daad zou begaan, ontmoet hij Saskia. En Raymond krijgt haar probleemloos mee. Nou, erg goed. Ach, je laat ik om Saskia weer ter sprake. Tijdens een vakantie in Marina de Carmelota in Italië van Rex, met haar toekomstige vrouw, Lieneke, die nacht merkt Lieneke dat Rex een nachtmerrie heeft over het Gouden Ei. Na de vakantie houdt Rex met succes in een advertentiecampagne, want Raymond Lamour komt erop af. Hij doet Rex het voorstel om het mysterie op te lossen door hem dezelfde te laten ondergaan. Met de dood als gevolg. Rex stemt toe en na het drinken van een slaapmiddel bij het totalstation wordt hij wakker opgesloten in een doodskist. Hij is levend begraven. Er werd nooit meer iets van de beiden vernoemd. Ze leken van de aardbodem verdwenen. Nou. Woe! Dank u. Water. Nou, dat was het. Ja. Daar gingen we best naar doorheen. Maar wat hebben jullie nog op het laatst nog commentaar? Wat jullie nog iets vonden van het verhaal? Wat ze beter kunnen doen? Nou ja, die verhaallijn. En minder perspectieven. Nou, niet minder, maar op een logischere wijze. Ja. Ja, en ook steeds als zij iets vertelde, dan ging je zo afdwalen. Ging je zeg maar allemaal details over de situatie vertellen en ging je plotseling weer terug naartoe. En dat is heel verwarrend als dat continu gebeurt. Ja. En dat leidde me ook wel heel erg af. Ja, ik had op een gegeven moment wist ik niet meer of het nou in zijn gedachten of in het echte leven. Ja, precies. Dat, zeg maar. Ja, dat had ik ook wel een beetje. Iets anders nog, iets nieuws? Nee, niet echt. Nou, dat was onze opname voor het Gouden Ei.